Hoe gaan we dat doen vanavond? We hebben bedacht dat we dat doen aan de hand van een centrale vraag. Hoe krijgt een kind met autisme passend onderwijs? We hopen daar meer helderheid in te verschaffen vanavond. Om te beginnen, Maaike. Maaike is intern begeleider. Je werkt op de Willy Wordenschool. Klopt. Wat doe jij daar? Nou, als intern begeleider richting passend onderwijs is denk ik een van de belangrijkste taken dat ik mijn collega's ondersteun in het omgaan met zorgleerlingen in de groep. Dus ik voer de gesprekken met de collega's en als er meer zorg nodig is ook met de ouders en de extern begeleiders die ons komen helpen. Ja. Wat maakt nou een goede IB'er? Wat heb je nodig in het passend onderwijs? Ik denk op de eerste plaats dat het goed kunnen luisteren, goed kunnen observeren en goede vragen kunnen stellen naar ouders, leerkracht, het kind, dat heel belangrijk is. Ik denk dat waar wij als school wel sterk in zijn, is dat wij ons team heel erg mee willen nemen in het passend onderwijs en in het omgaan met die zorgleerlingen. En dat merk je ook, dat ook de collega's steeds met ons mee gaan denken. Dus zij hebben wel veel inzicht in welke routes we met een kind kunnen bewandelen en dat zij daarin ook ons al richting ingeven van, goh, het lijkt me goed om met dit kind hier eens verder naar te gaan kijken. Ja. Dus dat we de kwaliteiten van de collega's ook echt in gaan zetten in de begeleiding van die zorgleerlingen. Ja, nou, daar gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar we gaan dat doen aan de hand van een casus. En die casus staat hier op het scherm. Hij heet Kees en hij is 8 jaar, heeft autisme. Hij is overigens bedacht, hij bestaat in de werkelijkheid. Maar we vonden het aardig om deze casus te gebruiken om eens met u door de mogelijkheden van passend onderwijs te gaan. We hebben een kleine animatie gemaakt over Kees. Die starten we nu op. We gaan even kennis maken met Kees. Dit is Kees. Hij is 8 jaar en heeft autisme. Hij zit in groep 4 van een gewone basisschool. Kees is normaal begaafd, maar geen makkelijke jongen. Hij praat veel en roept vaak ongevraagd door de klas. Hij stelt nooit vragen. De leerkracht kan moeilijk inschatten of Kees het allemaal begrijpt. Kees is moeilijk aan het werk te krijgen. Dat kost veel tijd. Soms mag hij alleen werken in de kamer van de schooldirecteur, als die er niet is. Daar wordt hij rustig van. Op het schoolplein is hij vaak alleen en weet niet wat hij moet doen. Soms is hij agressief naar andere kinderen. Eén keer per maand komt er een ambulant begeleider die met de leerkracht en de intern begeleider praat over de aanpak van Kees. Deze ondersteuning van Kees wordt betaald uit een rugzakje. Zo redt Kees het net. Maar hoe moet dat verder met passend onderwijs? Terug in de studio. Dat was Kees. Hebben jullie ook wel leerlingen zoals Kees? Ja, wij hebben wel meerdere leerlingen zoals Kees. Ja. En dan bedoel je leerlingen met autisme? En ook leerlingen met autisme zonder rugzakje, maar ook een aantal leerlingen met autisme met een rugzakje. Ja. Ja. En dat zal waarschijnlijk voor veel scholen zo gelden. We kennen waarschijnlijk allemaal wel zo'n case. Hebben jullie wel eens, want wat er belangrijk is in die verandering van passend onderwijs, is dat er een zorgplicht komt voor scholen. Hè? Ja. Dat betekent dat scholen kinderen in essentie niet meer mogen weigeren. Dus je hoeft als ouder ook niet meer te shoppen met een kind. Nee. Hebben jullie in het verleden wel eens een kind geweigerd op school? Nee, we hebben nog geen kinderen geweigerd. We hebben wel eens aanvragen gekregen van kinderen die terug wilden van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Zo'n aanvraag onderzoek altijd heel grondig, dus nou, dat kost wel wat tijd. We hebben wel in die tijd gehad dat ouders zoiets hadden van ja, het duurt ons te lang, we kiezen toch voor een andere school, we blijven op het speciaal onderwijs. We hebben ook gehad dat we een kind met een rugzakje hadden en dat naarmate het kind ouder werd, het toch steeds moeilijker werd om het kind uiteindelijk toch ook verwezen hebben naar het speciaal onderwijs. Ja. Maar de meeste leerlingen houden wij binnen de school. Ja, ja. Ja. Dat is een mooi streven. En dat zal straks met passend onderwijs nog veel meer aan de orde zijn. Ja. Kees heeft natuurlijk ook een school nodig, hadden we bedacht. En nou ja, u voelt hem al aankomen. Dat is de Willy Wordenschool waar Maaike werkt. Dat is de school waar Kees wordt aangemeld in ons verhaal. En om beter kennis te maken met jouw school, hebben we daar ook een video over gemaakt. Dit is Heerveld, een klein gemoedelijk dorp in de Betuwe. En dit is de Willy Broederschool, een katholieke basisschool, waar iedereen welkom is die zich denkt thuis te voelen, zo staat op de website.
De school telt bijna 300 leerlingen. Wat gaat er op deze school veranderen door passend onderwijs? Ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen. Wij wonen hier in een dorp. Wij hebben hier een plaats in de gemeenschap. En het is voor een school in een dorp heel lastig om tegen een ouder te zeggen... ik denk niet dat jouw kind bij ons op school past. Met passend onderwijs geldt voor alle scholen de zorgplicht. Een school mag een kind niet weigeren. Voor deze school verandert er echter niets. Hier proberen ze alle kinderen die zich aanmelden ook aan te nemen. We hebben een ambitie als team uitgesproken, een hoge ambitie. In principe mogen alle kinderen uit ons dorpen bij ons op school komen. En dan gaan we kijken, wat is de hulpvraag, hoe gaan we de zorg organiseren. En mocht het überhaupt helemaal niet lukken, dan gaan we samen met de ouders op pad om te zoeken naar een oplossing. De school telt 13 leerlingen met een rugzakje. Zorgleerlingen dus. En het doel is dat al die leerlingen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar zijn leerkrachten wel deskundig genoeg? En we hebben toen gezegd, eigenlijk zouden we als team ook de kennis moeten hebben. De kennis die er op het speciaal onderwijs is, die er in de clusters is, die zouden we eigenlijk ook op school moeten hebben. Dus er zijn heel veel cursussen gevolgd, nascholingen op allerlei gebied zijn mensen geschoold, bijgeschoold, opleidingen gevolgd. En als directie hebben we dat heel met graagte ondersteund, hebben we veel in geïnvesteerd. Alle zorgmiddelen die we krijgen van het samenwerkverband en van het Rijk worden ingezet voor de zorg. Maar op school hebben we daar ook extra op geïnvesteerd. Door passend onderwijs zullen leerkrachten meer te maken krijgen met leerlingen die iets hebben. Zoals autisme. Dit is Sandra. Ze is intern begeleider. Ze ondersteunt leerkrachten die problemen hebben met leerlingen. Dan ga ik eerst die leerkracht helemaal bevragen over wat hij allemaal al heeft gedaan. En wat er goed is gegaan en wat minder goed is gegaan. Wat de problemen zijn waar hij tegenaan loopt. Nou, dan ga ik vaak kijken in de klas of het ook echt zo gaat zoals de leerkracht zegt. En wat er tussen de leerkracht en het kind gebeurt en tussen de andere kinderen. Dan ga ik erover nadenken wat we nog aan tips of mogelijkheden binnen de school hebben die we nog kunnen gaan toepassen. En dat ga ik op papier zetten. Dat wordt een plan. Vaak een jaarplan of een halfjaarlijks plan met 3 doelen. Meer doe ik niet. En daar gaan we dan met de ouders ook over praten. Van deze doelen willen we gaan bereiken met dat kind. En daar proberen we dan aan te gaan werken. Als een intern begeleider en een leerkracht er samen niet uitkomen, wordt Hester ingeschakeld. Zij is ambulant begeleider en heeft meer kennis in huis over achterliggende problematieken. Normaal wordt een ambulant begeleider ingehuurd op oproepbasis. Maar de Willy Broderschool heeft Hester voor een vast aantal uren in dienst genomen. En dat werkt goed. Ik denk dat het heel erg goed zou zijn, en zeker richting passend onderwijs, dat je een soort combinatie krijgt van AB en IB. Omdat ik merk dat er heel veel expertise binnen de scholen is, maar scholen zich daar nog niet echt bewust van zijn. En een AB'er kan ervoor zorgen om de school daar bewust van te maken en aanvullen waar nodig. En de IB'er is toch wel de spil, zeg maar, die vanuit de klasse de eerste signaleringen krijgt. En die kan dat dan doorspelen naar de AB'er en het samen oppakken. En ik denk dat je dan heel snel bij de kern van de problemen komt en de lijntjes gewoon heel kort zijn, waardoor je een heleboel escalaties kunt voorkomen of uitplaatsingen naar speciaal onderwijs. Door passend onderwijs zal naar verwachting het aantal zorgleerlingen gaan groeien. En misschien neemt ook de zwaarte van de problematiek wel toe. Op de Willy Broderschool zijn ze op de goede weg, door nadrukkelijk te investeren in deskundigheid en expertise. Maar dat kan alleen met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Gaan er collega's weg, gaan collega's solliciteren naar een andere school, dan ben ik plotseling mijn expertise kwijt. Dus ik wil heel graag de deskundigheid steeds weer aangevuld krijgen binnen mijn team. Dat is één. De tweede is, dat is misschien de belangrijkste van het hele verhaal, is dat het samenwerkingsverband achter me staat. We hebben een zorgleerling, we hebben een vraag, dan moet er een expertise-team zijn. Flexibel inzetbaar, passend bij een bepaald probleem. Die hier op school met de leerkracht meekijkt een halve dag. En vervolgens met de leerkracht een plan van aanpak kan maken
met praktische tips en goede adviezen voor deze leerling moet je het zo gaan doen. Dat lijkt me een goede weg. Ja, we zijn weer terug in de studio. Naast mij zit Maaike Jansen, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Intern begeleider van Lillibord School, de school die we zojuist zagen. Ja, Kees wordt bij jullie school aangemeld. Dan kan je zeggen, kan een kind zijn met de diagnose autisme. Mm-hmm. Kan ook een kind zijn nog zonder die diagnose, waarvan de ouders zeggen, ja, het heeft wel af en toe wat problemen. Hoe werkt dat dan? Als het kind aangemeld wordt met diagnose autisme, dat is, ik ga even vanuit dat Kees nog 4 jaar is en wordt aangemeld bij de basisschool, dus sprake van een vroegdiagnose, dan proberen wij ruim voordat het kind 4 wordt al met deze ouders in gesprek te gaan, eventueel met een begeleider die er al aanwezig is, het onderzoeksverslag in te zien en we gaan kijken waar liggen de onderwijsbehoeften van Kees en we gaan kijken of dat we dat als school, of we daaraan tegemoet kunnen komen, of we het ook kunnen bieden. Als Kees nog geen diagnose heeft en ouders hebben wel wat zorgen over het gedrag, dan komt dat vaak bij het intakegesprek gewoon naar voren. En als ouders ook aangeven van, goh, ik vind het prettig dat jullie het extra in de gaten houden, doen we dat. Dan zullen we ook eerder met ouders daarover in gesprek gaan. En anders, ja, een kind meldt zich aan als het 4 wordt en wordt gewoon gevolgd binnen de reguliere leerlingbegeleiding. Ja. Ondertussen kijk ik even naar het scherm, want het is de bedoeling dat we hier nu de volgende dia zien. Daar staat namelijk op dat we met 2 situaties te maken hebben. Ach ja, daar gaat hier ook wel eens wat fout. Ik moet trouwens ook nog even wat zeggen, want ik zie op de chat een aantal opmerkingen voorbij komen over geluid en beeld. Een aantal mensen kan slecht geluid ontvangen of de een heeft problemen met beeld. Wij gaan ook dit opnemen. De filmpjes die u ziet, die we tussendoor starten, die staan vanaf morgen op autismetv.nl. Daar kunt u ze dus terugzien bij Uitzending Gemist. Niet de hele webinar. Dat komt later, maar we gaan in ieder geval die filmpjes aanbieden. Dus daar kunt u ze nog terugzien. Nou, we komen weer even terug bij Kees. Kees is dus nu aangemeld bij de Willy Borders School. En gaat daar dus nu bij jullie onderwijs krijgen. Er werd een hoop gezegd over deskundigheidsbevordering. Mm-hmm. Er worden ook een aantal opmerkingen net op de chat over gemaakt. Ja. Dat is een belangrijk ding, hè? Ja. Jullie hebben daar al, en dat is ook in de video gezegd, jaren geleden hebben jullie bewust gekozen voor meer deskundigheid bij leerkrachten. Ja. Jaren geleden hebben we als team eigenlijk met elkaar besloten dat we vinden dat kinderen uit ons dorp een onderwijsplek moeten krijgen bij ons op school. En dat houdt dus ook in kinderen met autisme of met andere gedragsproblematiek. De directie heeft dus veel geïnvesteerd in de scholing van het team. We hebben teamscholing gevolgd. Het bureau Automaat, wat leerlingen met autisme begeleidt en gezinnen begeleidt, is bij ons op school geweest en heeft daar een lezing gehouden. Maar ook we hadden een leerling op de deeltijdbehandeling bij het Olgaardhuis. Daar werd gewerkt met de explosieve kindmethode. Dat team is naar onze school gekomen om onze leerkrachten te vertellen over die methodiek, zodat we die ook op school in konden zetten. Ja. Er is ook veel individuele scholing geweest vanuit interesse van collega's. De collega's die met onze rugzakleerlingen individueel werken. Maar ook co-teaching, dus de ambulant begeleider gaat met de leerkracht mee de groep in en stuurt zo de leerkracht aan en probeert op die manier de echte praktijkvaardigheid van de leerkracht uit te breiden. Maar ook door met ouders in gesprek te gaan, die hebben ook heel veel tips over hoe om te gaan met hun eigen kinderen. Ja. Maar ook door met de kinderen in gesprek te gaan. En als voorbeeld hadden we laatst een jongetje wat compleet vastliep tijdens de groepsinstructie. Hij kon het niet volgen, was heel snel afgeleid. Onze ambulant begeleider heeft daar een filmpje van gemaakt, heeft dat samen met het kind bekeken en besproken. En ze kwamen erachter dat als er een vraag werd gesteld aan hem, direct persoonlijk, was hij wel betrokken. Vond hij het wel interessant. Ze hebben samen naar een oplossing gezocht en hij heeft nu een A4 whiteboardje. En alle vragen die klassikaal gesteld worden, worden ook aan hem individueel gesteld. En hij schrijft bij alle vragen het antwoord mee. En hij is nu weer betrokken bij groepsinstructies en krijgt het ook weer mee. Ja, leuk is dat. Ja, dus ook maar daar dat, zit heel dat idee veel... moet je me net krijgen ook, hè? Ja. Of had je die van anderen weer gehoord? Ja, je gaat daar samen ook over praten en je hoort ook, en je leest ook tips van anderen inderdaad. Ja. En dat probeer je toe te passen op de situatie die zich dan voordoet. Ja, ja. Dan we gaan alvast even een voorschotje nemen, want Kees... Je had het net al over de ambulant begeleider. Daar gaan we nu wat uitgebreider over hebben. Daar komen ook vragen over, zie ik. Mm. Want we gaan even naar de volgende dia. En daar zien we dat, althans, als die nu in beeld komt.
Oké. Die dia is nog niet te zien, maar het gaat over Kees weer. Want Kees gaat niet zo lekker op school. Dus er blijven problemen. En de grote vraag is dan, wat doe je in zo'n geval? Ja, Kees kwam even in dit geval dus binnen nog zonder diagnose. Ja. Hè? En de leerkracht die loopt nu vast. Nou ja, door onze jarenlange ervaring eigenlijk al met kinderen met autisme en een rugzakje bij ons op school, hebben wij al behoorlijk wat standaard aanpassingen die wij kunnen inzetten in onze basisondersteuning. Bijvoorbeeld een spelkist. Een kind loopt vast op het schoolplein, weet niet hoe een spel op te starten. Ze heeft geen overzicht. Het kind kiest een materiaal uit zo'n spelkist. Mm-hmm. Daar horen regels bij. Mag daar één kind bij uitkiezen. En het kind weet heel goed, oké, dus ik ga dit spel spelen. Daar horen deze regels bij en ik ga dat doen met dit kind. Ja. Dat is een voorbeeld. Maar ook de koptelefoon om geluidsprikkels af te schermen. Schotjes op tafel. Dat gebeurt incidenteel, maar het kan ook. De timer, we hebben stoplichten in de klas, dagritme is overal zichtbaar. Als het moet ook bij het kind op de tafel. Als het kind moeilijk zijn weg kan vinden van boek naar schrift, werken met stopbordjes in het boek. Als dat niet werkt, gaan we op kopieën werken. Soms is het dat nog te veel, zo knippen we de opdrachten los. Dus dan gaan we echt één opdracht op één A4'tje weergeven. Je probeert te zoeken van waar lukt het nog wel en waar moeten we aanpassen. Ja. Ja. We kijken even naar de volgende dia, dia 8. We gaan in beeld brengen via dit stroomdiagram wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. We kunnen dat ook zien, hè? Eerste melding problemen, hebben we net besproken. Ja. De IB'er heeft samen met leerkrachten en ouders een plan van aanpak gemaakt. Ja. De problemen blijven. En nu komen we bij een interessant aspect. Jullie op school, de AB'er, die daar... Ja. De rugzak leerlingen begeleid, hè? Dat is op veel scholen is dat zo. Die hebben jullie ook voor een aantal uren in dienst genomen. Ja, dat klopt. Zij heeft dus meerdere petten op, zeg maar. Onze ambulant begeleider is er vanuit de rugzakken. Zij zit ook in het expertise-team van ons samenwerkingsverband. Dus vanuit die functie is ze ook wel eens bij ons op school. En ze heeft een contract bij ons, dus ze werkt ook op contractbasis. En stel dat wij vastlopen met Kees, dan kunnen wij vanuit de uren... Vanuit haar eigen bedrijf, zeg maar, kunnen wij haar vragen van, goh, denk eens mee met ons als IB'er. Zijn we op de goede weg? Heb jij nog tips? Ja, dat is dus niet een echte officiële zorgaanvraag voor het samenwerksverband. Nee. Hè? Dus geen rugzakaanvraag. Nee. Dat is gewoon informeel eigenlijk. Dat is informeler om ons als school en als IB'er te ondersteunen. Dat wordt dus ook niet betaald vanuit de rugzakgelden. Nee. Dat wordt betaald vanuit onze eigen zorgmiddelen die we als school inzetten. Maar het kan dus ook zijn als we denken van, met een paar kleine aanpassingen denken we dat we dit kind voldoende kunnen helpen, dan kunnen wij haar ook al inzetten. Zodra dat wij denken van, hier zit toch wel een grotere problematiek achter, dan gaan we een stap verder richting het expertise team. Dan gaan we een andere zorgaanvraag doen. Ja. Ja. Ik wilde er graag een kijkersvraag in halen. En ik kijk even naar onze redactie of dat gaat lukken. En de vraag is, iedere school zou een gespecialiseerde leerkracht moeten hebben. Ja, ik zie hem nu. Iedere school zou een gespecialiseerde leerkracht moeten hebben die wat meer thuis is in de psychiatrische problematiek. En die dus kan ondersteunen en adviseren. Wat vindt u? En ik stel voor dat we daar even een paar seconden voor nemen, zodat u kunt antwoorden. Dan zie ik toch wel dat er met een overweldigende meerderheid gezegd en opgemerkt wordt dat dat wel een hele handige zou zijn. En dat is eigenlijk een beetje wat jullie doen op school, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, alleen Hester is dus niet onze leerkracht, maar die is dus onze ambulant begeleider. Ja, ja. En net in het filmpje van Kees zag je de ambulant begeleider komt één keer per maand op school. Maar Hester is 2,5 dag bij ons op school. Vanuit de rugzakleerlingen, vanuit het expertise team, maar ook vanuit onze eigen zorgmiddelen. Is hij dus een makkelijke, snel aanspreekpunt, ook voor de leerkrachten, om met kleine probleems, met kleine vragen ook bij haar terecht te kunnen. Ja, ja. Ik doe even tussendoor een vraag. Ja. Want er worden verschillende vragen op ons tafeltje geschoven. Ja. Nog even terug naar die zorgplicht. De vraag is, moeten scholen, is het een plicht van scholen om passend onderwijs te zoeken, vinden voor een kind? Het is een plicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur is verantwoordelijk dat alle kinderen een plek krijgen binnen het onderwijs. Ja. Ja. Vraag je over de AB'er, de kosten, daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Hè? Die werden betaald, althans de AB'er betaald vanuit de rugzak. Rug verdwijnt, hè? Want dat is een groot verschil in de situatie. Ja. Wat komt daarvoor terug?
Ja, dat is nog heel, heel moeilijk, omdat de nieuwe samenwerkingsverbanden zich nog steeds aan het buigen zijn over hoe dat ze die arrangementen in plaats van die rugzak vorm gaan geven. Mm-hmm. De aankomende 2 jaar blijven de ambulant begeleiders dus wel in beeld, maar zal dat niet zozeer leerlinggebonden zijn, maar dat al meer school- en groepsgebonden zijn. Okay. Dat is al bekend, maar hoe dat concreet vorm gaat geven, dat is nog steeds niet helder. Ja, we kijken even naar ons stroomdiagram, zou ik maar zeggen. Er is nu een wit vakje bijgekomen, namelijk het expertteam. Ja. We hebben even net het oranje blokje besproken, dat is jullie AB'er die meer informeel ondersteunt. Ja. Maar formeel is het zo dat scholen in het passend onderwijs een aanvraag moeten doen bij het samenwerkingsverband. Ja. En het expertteam eigenlijk moeten vragen. Hè? Ja. Zo gaat het werken. Ja, dus stel dat een kind binnen de basisondersteuning van de school toch nog meer zorg nodig heeft, dan kan de school een aanvraag indienen bij het expertise-team. En dan zal er een observatie plaatsvinden en er zal een advies komen. Dan wordt er gekeken, is er een arrangement nodig? En dan wordt er ook gekeken welke vorm, welke aard, moet er meer onderzoek, moeten er meer handen in de klas, moeten meer kiezen binnen de school en voor welke tijdsduur. Dat wordt allemaal wel flexibeler als dat het nu is met een rugzak. Ja, ja, ja. Nou, we hebben het uitgebreid over de AB'er gehad zojuist. Hester, Zina hier. En daar hebben we ook een video van gemaakt. En die starten we nu in. Stel, een kind heeft autisme hier op school. Het is al duidelijk dat het autisme heeft. Het heeft geen indicatie, dat kan. School loopt tegen toch bepaalde zaken aan waarvan ze zeggen van hey, doen wij wel alles wat nodig is? Dan kunnen zij een aanvraag bijvoorbeeld bij het expertise-team indienen. Dan zal ik, omdat ik al op deze school kom als AB'er, samen met de school gaan kijken van wat doen jullie en wat is er nog nodig. Stap 1 is dat zij een aanvraag indienen. Stap 2 is dat wij een gesprek plannen met ouders en school en de hulpvraag verhelderen. Zodat ik ook in mijn observatie die daarop volgt gewoon heel goed kan kijken wat er al gebeurt en wat nodig is. Als er meerdere hulpverleners bij betrokken zijn, zullen we die ook in het gesprek daarin betrekken. Omdat ik denk dat de transfer van verschillende gebieden naar de school heel belangrijk is. Aan het eind krijg je dan een advies waarin staat wat de te volgen route is. En dat kan zijn een stuk binnen de hulpverlening uitbouwen. Dat kan zijn kleine aanpassingen in de klas. En vervolgens kan de school daar dan weer mee verder. We gaan nu naar de volgende dia. Want wij zijn nog steeds met Kees bezig. Mm-hmm. En het gaat nog steeds niet zo goed met Kees. Er blijven problemen en de aanpak werkt maar ten dele. De klas voelt zich onveilig. Kees raakt geïsoleerd. Kortom, wat moet er gebeuren nu? Het expertise-team is inmiddels geraadpleegd. Is inmiddels geweest. En nu komen we misschien in een wat diffuser gebied, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Want het expertteam heeft wel meegedacht al. Maar misschien moeten externe specialismen. Ja, dat zou kunnen. We zien dat als wij bepaalde aanpassingen gaan doen in de omgeving, dat het soms voor kinderen voldoende is om goed te kunnen functioneren op school en om zich te blijven ontwikkelen. Als school hebben we ook als doel dat we niet alleen de kinderen cognitief verder willen helpen, maar ook sociaal-emotioneel. En het liefst zouden we willen dat als ze van de basisschool afgaan, dat zij ook weten wat ze nodig hebben om vaardigheden die ze minder goed beheersen, beter in te kunnen zetten. Welke hulpmiddelen kunnen ze gebruiken? Soms passen we daar een stukje psycho-educatie op school toe. Dus we hebben de methodiek handleiding voor jezelf. We praten met de kinderen over van, waar liggen krachten? En wat kan je goed? Waar zitten je valkuilen? En hoe kan je die krachten inzetten om die valkuilen te voorkomen? Of om daar beter mee om te kunnen gaan? Nou, wij als school kunnen dat maar heel oppervlakkig. En als kinderen daar meer in nodig hebben om ook beter inzicht te krijgen in zichzelf en in de situaties waar ze tegenaan lopen, stellen we dan ook soms voor om verder te gaan zoeken in de jeugdhulpverlening. Bijvoorbeeld behandeling of deeltijdbehandeling, daar hebben we ook ervaring mee. Zodat die kinderen ook een stap op dat gebied kunnen zetten.
En ze het, ja, de ervaringen en de dingen die ze daar leren ook toe kunnen passen in de praktijk bij ons op school. Ja, en dan heb je het eigenlijk over een wat zwaarder zorgarrangement, hè, dat door het samenwerksverband wordt bepaald. Hè. Het samenwerksverband zegt dan van, daar is nu dit nodig, dat noemen we een zwaarder zorgarrangement en dat kan bijvoorbeeld hulp van buiten zijn. Van een patiënt. Dat kan ook een advies zijn wat door een ambulant begeleider wordt gegeven. Okay. Ja. Nou, dan maken we dan ook die vervolgstap, want we hebben ook een video gemaakt van het Dr. Leo Kannerhuis, waar Matt van der Rijden aangeeft wat zij kunnen betekenen in dat geval. Nou, op zo'n moment stel je met elkaar vast dat het kind vastloopt op school. Wat dan heel erg belangrijk is, is om vast te stellen of er nog meer levensgebieden zijn waarop het kind vastloopt. Bijvoorbeeld in het gezin, met zijn vriendjes, in zijn vrije tijdsbesteding. En dat bepaalt vaak ook de zwaarte van wat je eventueel zou kunnen gaan doen. En stel nou dat het kind vooral op school problemen geeft en problemen heeft. En dat je dus het idee hebt van, nou, wat de intern begeleider kan doen, wat de schoolbegeleider kan doen, daar komen op dit moment grenzen aan. Dan is een van de dingen die je zou kunnen doen, is dat je het kind zou kunnen aanmelden op onze polykliniek. En om te beginnen is zou kunnen zeggen, laten we eens nog wat dieper onderzoek doen dan alleen maar die autisme-diagnose. Laten we bijvoorbeeld eens gaan kijken naar hoe het gaat met aandacht en concentratie, hoe het gaat met de manier waarop het kind sociale interacties begrijpt, waarop het opdrachten begrijpt, de manier waarop het communiceert, de manier waarop zijn zintuigen werken. En dat kan je eigenlijk nog een veel exacter spoorboekje of handleiding opleveren in hoe de school met het kind om zou kunnen gaan. En het zou best kunnen zijn dat als het je lukt om die zaken goed toe te passen in school, dat het vervolgens ook lukt om het kind toch daar veel beter te laten functioneren en zijn ontwikkeling ook weer op gang te brengen. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel het gevoel hebben dat school dat soort aanbevelingen kan en wil overnemen. Maar, en, ja, dan heeft een kind weer opnieuw een kans. Het gaat nog niet goed. Nou, heel vaak zie je dat als het op één gebied niet goed gaat, dat het echt ook op andere gebieden niet goed gaat. En dat het moeilijk wordt, bijvoorbeeld ook voor de ouders, ook voor de vriendjes, om met een kind om te gaan. En een van de dingen die je dan zou kunnen doen, is dat je zou kunnen zeggen van, nou, we intensiveren de behandeling die we aanbieden. En dan zou je bijvoorbeeld aan deeltijdbehandeling kunnen denken. Een deeltijdbehandeling wil zeggen dat kinderen 1 of 2 dagen per week, meestal 2, soms 3, naar een groep kinderen komen. En die kinderen die zijn allemaal bezig met op hun eigen manier, op hun eigen niveau, de dingen te leren die hen helpen om de ontwikkeling weer op gang te brengen, inclusief de ontwikkeling op school. Dus dan moet je je voorstellen dat je met elkaar ook gaat kijken van, oké, hoe kan jij nou in de klas het beste functioneren? Wat heb je daar nou voor nodig? Welke vaardigheden moet je daarvoor ontwikkelen? En omdat het elke week over die onderwerpen gaat, kan je je voorstellen dat kinderen ook sneller iets leren dan op een polykliniek. En in dat kader komt natuurlijk ook weer een heel gedegen onderzoek aan de orde. En kan het bijvoorbeeld ook wel eens gebeuren dat je met de psychiater van zo'n deeltijdbehandeling gaat kijken of een kind bijvoorbeeld te helpen is met medicijnen. Omdat medicijnen soms ook helpen bij het verbeteren van de aandacht en de concentratie, het buitensluiten van prikkels, ook van overprikkeling, het verminderen van stress, al dat soort zaken. Daar moet je aan denken bij een deeltijdbehandeling. En misschien ook wel leuk om te vertellen is dat we bijvoorbeeld op de polykliniek in het Leo Kannerhuis ook nadenken over de grote wisselingen die er plaatsvinden in een schoolcarrière. Bijvoorbeeld als je van groep 8 naar de middelbare school gaat. Dat is voor mensen met een autisme een enorme stap. Daar kunnen ze zich vaak ook moeilijk iets bij voorstellen. Dat je opeens in een heel groot gebouw komt met heel veel andere kinderen, waar je voortdurend van lokaal moet wisselen. Nou, en daarvoor hebben we bijvoorbeeld een programma ontwikkeld waarbij je in groep 8 eigenlijk aan de slag gaat met, wat is dat nou, die middelbare school? Hoe anders is dat en wat heb je daarvoor nodig? En dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen vanaf dag 1 een betere kans hebben om op zo'n middelbare school en in zo'n brugklas het gewoon goed te doen. Ja, u zag de video van Dr. Leo Kannerhuis, ervaring mee, hè? Een kind ook in deeltijddagbehandeling is geweest. Ja.
We hebben verschillende kinderen gehad die deeltijdbehandeling hebben gehad. Eén leerling ging 2 dagen naar de dagbehandeling en was 3 dagen bij ons op school. We hebben ook een leerling gehad die alle middagen ging. En dat wordt dan elke keer bekeken van, is verlenging van de deeltijdbehandeling nodig of zijn de doelen dusdanig behaald dat het gestopt kan worden? Ja, we hebben een kijkersvraag. Ik kijk even naar de redactie of die de kijkersvraag kunnen opstarten. En dat is de vraag, scholen delen elkaars kennis te weinig. Dat is deze vraag, scholen delen elkaars kennis en ervaringen te weinig. Wat vindt u als kijker? En ik tel even af. 4, 3, 2, 1. En dan beëindigen we nu de mogelijkheid om een antwoord te geven. En dan zien we nu het resultaat. En ik weet niet zeker of u het resultaat ziet, maar 69%, moet ik even heel goed kijken, heeft ja gezegd en een heel klein percentage heeft nee gezegd. Dus u vindt eigenlijk ook allemaal wel dat er veel te weinig kennis wordt gedeeld. Herken je dat? Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Dus we zijn ook heel blij dat we als school de kans kregen om hier ons verhaal te doen. Omdat we denken dat we zeker punten hebben waar andere scholen iets aan hebben. Hoe komt dat? Is er niet een soort netwerk van IB'ers waarin je dit soort ervaringen deelt bijvoorbeeld? Jawel, we hebben wel netwerkvergaderingen. En daarin worden ook wel casussen ingebracht. Waar je elkaar ook adviezen geeft. Maar op deze manier, zoals we het ook hier nu doen, en naar aanleiding van casus, is er nog nooit echt over een kind gesproken of hebben we adviezen uitgewisseld. En is er misschien ook een soort vorm van concurrentie tussen scholen, dat ze niet geneigd zijn prijs te geven wat ze weten, wat ze kunnen? Ik weet niet of het erin zit dat we niet, of dat scholen niet geneigd zijn om kwijt te willen wat ze kunnen, maar ja, leerlingenaantallen spelen misschien wel een rol hier en daar. Ja. Dus dat zou best mee kunnen spelen. Ja. 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 Oké, Kees, we gaan weer terug naar onze Kees. We zien nu in ons stroomschema dat hij ook externe hulp en behandeling heeft gehad. Ja. Ja, en dan gaat het nog steeds niet goed met Kees. Nee. En dan moet er weer een stap worden gezet. Ja. En ja, dan is de stap speciaal onderwijs eigenlijk komt in beeld, hè? Ja. Bij elk gesprek wat we met ouders voeren om te kijken of de ontwikkeling van het kind goed verloopt, bekijken we altijd 3 aspecten. We bekijken altijd, ontwikkelt het kind zich voldoende bij ons op school? Mm-hmm. Hoe verhoudt zich dat tot de groep? Heeft de groep er geen last van? Misschien kan de groep er zelfs profijt van hebben dat er een zorgleerling in de klas zit. En is het voor de leerkracht nog te handelen? Hè? Kan de leerkracht de differentiatie en de mogelijkheid tot aanpassen ook nog aan? En zoals die 3 onderdelen gewoon goed in balans zijn, kan een kind bij ons op school blijven. Maar stel, het kind ontwikkelt zich niet bij ons op school, het heeft dus nog meer nodig in de aanpassing van de onderwijssetting, dan kan het zijn dat we het advies geven aan ouders om toch eens op het speciaal onderwijs te kijken. Ja. Of als de andere kinderen in de klas zich niet meer veilig voelen, of het kind toch heel veel externaliserende gedragsproblematiek vertoont, de andere kinderen voelen zich niet meer veilig in de klas, ook dan kunnen we ouders adviseren van, goh, misschien is speciaal onderwijs toch een betere keuze. Ja, het blijft een delicaat evenwicht, hè? Die groepsveiligheid versus... Ja. Dat zijn alle 3 heel belangrijk. Ja. Er werd net ook een opmerking over gemaakt in de chat, zag ik. Van ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar als een kind heel veel aandacht nodig heeft vanwege zijn problematiek, leidt de groep daar dan niet onder. Ja. Dat is in sommige gevallen kan dat zo zijn, ja. En als we dat niet teruggedrongen krijgen door de omgeving aan te passen of door behandeling wat het kind heeft, ja, dan is het misschien een andere onderwijssetting toch beter. Ja, ja. We gaan nu kijken, want het speciaal onderwijs is nu in zicht, we gaan nu kijken wat het speciaal onderwijs te bieden heeft. Als een leerling problemen heeft in het reguliere onderwijs en nou gaandeweg ontstaat er iets van handelingsverlegenheid, de school weet niet meer wat te doen, heeft van alles geprobeerd, dan wordt het eigenlijk getild naar het niveau van het samenwerkingsverband. Die zullen vragen van, nou ja, wat is er allemaal al gedaan? Belemmerende, stimulerende factoren, wat is er nodig? Dan kijken we niet zozeer wat heeft het kind, maar veel meer wat heeft het kind nodig. Dus wat is de onderwijsbehoefte? Nou, als die beter ingevuld kan worden door bijvoorbeeld een schakelvoorziening, of het meer bieden van expertise die van een andere school komt, of van een voormalig ambulant begeleider. Het kan allemaal. Nou, als dat ook nog onvoldoende blijkt en dan is echt de uitplaatsing naar het speciaal onderwijs aan de orde, dan verloopt dat via een commissie die de toelaatbaarheid organiseert.
Die zal afgaan op dat dossier. Daarnaast kijken naar het profiel van de school. Het profiel van de mogelijke ontvangende school. En dat samenwerkt met regulier onderwijs meer vormgeven. Dan krijg je toch eerst, voordat uitplaatsing aan de orde is, zouden er nog veel meer mogelijkheden benut moeten worden. Schakelvoorzieningen, inzetten van voormalig ambulant begeleiders. Ondersteuning in de klas als de leerkracht grote groepen heeft met veel ondersteuningsvragen. Er is een scala aan mogelijkheden, maar we zitten wat dat betreft nog wel een beetje in de beginfase. Hoe al die mogelijkheden nou ja, ook benut kunnen worden, ontwikkeld kunnen worden. En gaandeweg zal dat meer profijt hebben. We zijn weer in beeld en u zult denken, wat is Maaike veranderd? Maar Maaike heeft inmiddels plaats gemaakt voor een tweede gast vanavond. Dat is Suzanne Boomsma, de moeder van een kind met autisme. Maar ook lid van de NVA Ouder Onderwijsgroep. En ook lid van de werkgroep van VWS vanuit autisme bekeken. Heb ik het allemaal goed gezegd? Prima. Oké. Ja, we wilden graag ook dat oude perspectief toevoegen aan dit verhaal. En we hebben nu dat hele stroomschema gezien. We hebben gezien hoe Kees door welke route die zou kunnen volgen binnen het passend onderwijs. Als je daar zo naar kijkt, wat is eerst dan je eerste opmerking? Nou, het is een heel mooi, het is een mooi schema. Ik denk dat het ook in de opbouw van basis tot zeg maar steeds gecompliceerdere problematiek en dan betere expertise erbij, dat dat goed werkt. Mm-hmm. Ik heb wel meteen dat ik denk van, waar zit de preventie, waar zit de preventieve kant? Want het gaat hier vooral misgaat, dan schaal je op, hè, als het ware, mm-hmm. Zo denken we vaak. Ja. Maar ik denk dat op zich, als ouder ben je vooral natuurlijk expert van het autisme van je eigen kind. En ik vond het ontzettend boeiend verhaal van mijn voorgangster, zeg maar, over hoe de school deskundigheid bevordert van leerkrachten. Wat ik een beetje mis, is dat je wel ziet dat als er een probleem is met een kind met autisme op de basisschool, dat je dan natuurlijk heel veel kan doen aan die kleine aanpassing, dat die kleine aanpassingen ontzettend belangrijk zijn. Mm-hmm. Dat ik ook wel heel erg merk dat voor onze kinderen heel erg belangrijk is een vertrouwensband. Dus dat die band met die leerkracht, dat is eigenlijk de houvast in de school. Mm-hmm. En als dat dus niet goed lukt, even los van de deskundigheid en de expertise, mm-hmm. dan is een kind vaak ook heel erg zeg maar moeilijk om moeite te hebben. Ja. En eigenlijk zeg je, als een kind een hele fijne leeromgeving op school heeft, dan heb je eigenlijk helemaal geen last van het autisme. Nee. Maar op het moment dat daar iets in wrikt, mm-hmm. vaak doordat ook kinderen bijvoorbeeld onaardig zijn of dat leerkracht daar toch niet goed mee om kan gaan, mm-hmm. dan zie je al die onrust komen. Ja. En dat is, want denk je, werkt dit nou voor ieder kind? Nee, natuurlijk niet, want autisme is natuurlijk een spectrumstoornis, dus dat is heel breed ja. in de ernst en de problematiek en ook hoe het zich uit. Mm-hmm. Dus ik denk dat het voor elk type kind wat je met autisme, dat daar wel zeg maar ergens in deze piramide past, zeg maar. Ja, maar er blijven kinderen die, waarvan de problematiek ja. natuurlijk zo ernstig is, al aan de voorkant, ja. dat je dat kind niet ja. moet aandoen om door deze nee. boomstructuur heen nee. te gaan. Nou, eigenlijk moet je die toch direct naar een speciaal onderwijs kunnen verwijzen. Ja, je ziet vaak dat die kinderen al voor 4 jaar ook duidelijk is dat die deze diagnose hebben, zeg maar. Ja. Vaak de problemen zitten meer op het moment dat de kind al gewoon naar school gaat op zich goed. Goede warme omgeving, goede autistische vriendelijke omgeving, zeg maar. Mm-hmm. En dan komen ze op school. En dan op een gegeven moment in de loop van de eerste jaren komen de gedragsproblemen, zeg maar. Mm-hmm. En dan zie je vaak dat mensen gaan denken over diagnostiek. En moet het anders aanpakken mm-hmm. bij Jantje of Pietje of mm-hmm. in ieder geval Kees. Mm-hmm. En, is passend onderwijs een verbetering? Dat is ja en nee, denk ik. Ik denk dat het heel goed is dat je wel gaat nadenken. Dat vind ik ook heel mooi om te horen. Om na te denken, hoe gaan we het anders doen? Die mm-hmm. engagementen en zo. Mm-hmm. Het nadeel vind ik nog wel dat er nog steeds een scheiding is tussen het gewone reguliere onderwijs en het speciale onderwijs. Zeg maar. Je zou bijvoorbeeld aan kunnen denken dat je bijvoorbeeld... Het is heel belangrijk dat een kind zich zeg maar, op school thuis kan voelen. School is niet alleen maar een klas en de leerkracht en je diploma halen. Maar is ook vooral een gemeenschap waar je bij hoort. En als je nou niet goed gaat op zo'n basisschool, kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat je bijvoorbeeld iets maakt van wat kleinere, veiligere plekken in zo'n basisschool. Bijvoorbeeld een kleiner klasje of een terugtrekplek of inderdaad misschien een leerkracht die wat meer expertise heeft bij deze kinderen. Mm-hmm. Dus dat je daar nog veel meer mogelijkheden in hebt, kleine mogelijkheden, om toch zo'n kind binnen een reguliere school te houden. Ja, je hoorde net ook al Aldert van der Horst zeggen, van de brouwerij, dat zoeken naar innovatie. En dat is ook wel vanuit het speciaal onderwijs zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning, ook voor het regulier onderwijs, waarbij het nog niet onmiddellijk dat kind hoeft te vertrekken naar het speciaal onderwijs. Het wordt nog steeds heel erg individueel bekeken. Hè? Mm-hmm. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van een school in Twello, dat zie je ook een beetje in de buurt. Daar was ook een kind met autisme en toen heeft de leerkracht gezegd, dat is een leerpunt voor onze hele klas.
Want autisme is natuurlijk een sociaal interactief probleem. Mm-hmm. En ja, het is dus iets van, het gaat om het kind en zijn omgeving. En ze heeft bijvoorbeeld een buddy bedacht. Dat één jongetje die heel niet sociaal was, die moest juist leren om goed om te gaan met dit kind met autisme. En de hele klas werd er socialer van. Ja. En dat soort elementen zitten natuurlijk, het is natuurlijk niet alleen maar het kind wat een probleem is en die moet je doorschuiven als een soort, hè, naar een volgend echelon van zorgintensiteit. Ja. Het gaat er ook om dat het natuurlijk een kind is wat een beetje anders is. En hoe ga je daar nou mee om? Ja. Wat zijn nou, want we lopen inmiddels tegen het eind van onze webinar aan. Wat zijn nou belangrijke aandachtspunten? Die ontwikkeling van het passend onderwijs. Het passend onderwijs is eigenlijk niet eens het passend onderwijs. Ik denk twee belangrijke aandachtspunten. Je zou nog meer moeten nadenken met elkaar over innovatie, over het preventieve stuk. Dus hoe kan je voorkomen dat een kind uitvalt? Dus ideeën die het speciaal onderwijs goed kan, met name op het sociaal-emotionele gebied, dat je dat meer in gaat brengen in de gewone reguliere school. Daar wordt nog veel te weinig over nagedacht. Mm-hmm. Het is nog te veel individueel. Maar het tweede wat ik een zorgpunt vind, en dat zie je heel erg op het moment dat het meer misgaat. Het is natuurlijk een mooi verhaal over, ja, als het heel erg moeilijk met een kind misgaat, hebben we een expertise team. Maar het onderwijs heeft natuurlijk niet zoveel kennis over behandelingsmogelijkheden. Dan heb je dus de geestelijke gezondheidszorg nodig. En als die geestelijke gezondheidszorg niet heel accuraat reageert, of niet in school komt, of op een andere manier heel snel verbonden is, dan zit je als kind gewoon met wachttijden. En dan wordt het dus heel lastig om het goed te regelen. En dan komt zo'n kind dus thuis te zitten, omdat de zorg niet geregeld is. En dat is dus die passend onderwijs is ook heel erg passende zorg. En hoe ga je die mix nou maken? En dat was een heel mooi voorbeeld, vond ik, van die vrouw die zei dat ze zo'n ambulant begeleider erin heeft, die dan dus een aantal dingen ondersteunt. Nou, zo zou je dat ook voor psychiatrische of voor behandelproblematiek kunnen doen. Dat je bij zo'n psychiatrische consult. Ja. In school. Ja. Want daar zit altijd het probleem. Hoe ga je om met bepaalde gedragsproblematiek waar mensen niet zoveel ervaring moet snel kunnen schakelen en dat soort situaties. Ja. En daar zit dus precies, passend onderwijs is ook echt tegelijk passende zorg. Ja. Dus ja, dat moet samengaan met anders zit zo'n kind ertussen. Het is eigenlijk passend onderwijs schuinstreep zorg. Ja, hè? Precies. Ja. 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 Nou, bedankt voor je reactie. Ja. Okay. Blijf nog even zitten, want we zijn aan het eind gekomen van dit webinar. Maar we zijn nog niet klaar, want ik wil nog even graag van u weten als kijker wat u er nou van vond. Dus we stellen nog een keer een vraag. Twee vragen zelfs. En de eerste vraag die we gaan stellen is, heeft dit webinar bijgedragen aan meer helderheid over passend onderwijs? Want daar was het ons om te doen. Dus we zijn nieuwsgierig naar uw antwoord. En ik tel nu af. 4, 3, 2, 1. En dan sluiten we nu de antwoordmodule. En dan kijken we nu naar resultaten. En dan zie ik dat 48% zegt ja, het heeft meer helderheid opgeleverd. 22%, dacht ik, als ik het zo zie, zegt nee. Nou, gelukkig is dat een meerderheid. Daar zijn we blij mee. En we hebben nog... En we hebben nog een tweede vraag en dat is, zou u vaker webinars willen volgen over uw vakgebied? En daar heeft u inmiddels ook al op geantwoord, zie ik. Althans, nee, de teller loopt nog. Dan tellen we daar nog even af. 4, 3, 2, 1. En dan stoppen we nu de antwoordmodule en dan zien we in overgrote meerderheid, 72%. Nou, dat vinden we hartstikke leuk. Dat u wel vaker een webinar zou willen volgen over dit onderwerp. Het scheelt ook reistijd natuurlijk. U bent snel bijgepraat. Dan zijn we aan het eind gekomen van dit webinar. Ik wil u nog eigenlijk op twee dingen wijzen. Er is namelijk deze week een website gelanceerd en die heet autismevoordocenten.nl. Dat is weliswaar voor het voortgezet onderwijs. Het is een website boordevol filmpjes. Er staan alleen maar filmpjes op. Dus dat is ook een hele mooie manier om kennis te nemen van autisme. Maar het is zeker interessant ook voor leerkrachten in het basisonderwijs, omdat er ook heel veel informatie wordt gegeven over autisme. Er staan een aantal casussen op van jongeren in het voortgezet onderwijs. Die zijn misschien wat minder relevant, maar absoluut een aanrader, deze site. En dan heb ik ook natuurlijk nog een kijktip. Want volgende week gaan wij weer een webinar houden vanuit Autisme TV. Dat is namelijk in de week van autisme. En dat is op woensdag 2 april om 8:00 s'avonds weer. En die heet Hilde ontmoet Arjan. Hilde Geurts, wetenschapper, ontmoet Arjan. En Arjan is voorzitter van PAS. PAS is een belangenvereniging van mensen met autisme. En hij heeft op zijn 44ste diagnose autisme gekregen. En dat veranderde zijn leven. Dat gaan we volgende week uitzenden. En dan kijk ik nog even op mijn blaadje of ik alles heb gehad. Ik zie dat er heel veel is gereageerd, ook in de chat. Nou, waarvoor dank. We hebben zeker ook alles genoteerd aan de achterkant. Dus we gaan daar nog eens goed naar kijken. En wellicht kunnen we daar ons voordeel mee doen. En u wellicht ook.
Dan stel ik voor dat we nu afsluiten en u bedanken voor het kijken. En tot een volgende keer.